Ik wil verder. Niet te vinden. Voor veel jongeren is het een droom om in het eigen dorp te blijven wonen. In Waarland is die droom uitgekomen voor een groep starters. Ze hebben met lokale aannemers hun eigen plan gemaakt. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik in ieder geval zo'n huis kon betalen. Maar, het is wel lekker dat je eindelijk op je eigen kan. De droom begon vorig jaar juni met het tekenen van het koopcontract op het voormalige handbalveld in het dorp. Afgelopen voorjaar ging de eerste paal de grond in. Sowieso is er op de dorpen hier in de buurt zijn er weinig huizen voor jongeren, dus voor starters en doorstarters. Dus ja, dat was eigenlijk wel heel belangrijk dat er toch wel meer huizen beschikbaar kwamen. En ja, en helemaal als het nieuw is, is het helemaal fijn natuurlijk. Nou, ik heb hier al mijn vrienden en mijn familie en ik vind het gewoon een geweldig mooi dorp. En we kwamen erachter dat het al meer leeg liep. Dus we wouden toch een beetje hier blijven wonen. Dus dit is een heel mooi idee zo. Voor de gemeente Schagen is het belangrijk dat de dorpskernen leefbaar blijven. En daar hoort het bouwen voor jongeren ook bij. Ja, dit is hetzelfde soort project als in Waarland. Ook hier in Warmhuizen bouwen jongeren hun eigen woningen. En wij zijn al verschillende projecten aan het opstarten. In de verwachting dat straks de nieuwe provinciale staten veel coulanter met woningbouw omgaan. Als de jeugd hier wil blijven, moeten wij met z'n allen ervoor zorgen dat ze dat ook kunnen. En ik snap niet hoe we het ooit in ons hoofd hebben gehaald om te stoppen met bouwen, terwijl er wel meer behoefte aan woning is. Voor de kersverse bewoners van de Landmansstraat in Waarland is het zoeken voorbij. Zij moeten nu vooral hard aan het werk om van het nieuwe huis een thuis te maken. Ik hoop 1 december erin te zitten. Ik hoop ook een beetje voor de kerst, maar dat moet wel lukken.